Want ik heb nou wel geleerd, als je gewoon 6 man inhuurt, dan komen er 4. Dan komen er vast wel 2. Ja. Dus het gaat altijd goed. We hebben Dave Loos. Een ellende hier ook. Ik kan wel janken, maar ja. Mooi. Dan kijk Chris, helemaal vanaf daarvoor. Hierheen. Daarheen. Oké, komt ie. Goedemorgen, lieve mensen. Het is 9 september. En het wordt alweer slecht weer. Het gaat alweer vanaf vanmiddag regenen. De temperaturen gaan omlaag. Dus ik hou mijn hart vast. Ik hoop nog dat het tot eind september mooi weer blijft. Maar als dit zo weer aan gaat houden, dan gaan we precies in hetzelfde patroon als vorig jaar. En in mijn herinnering is dat gewoon dat het 5 maanden achter elkaar heb geregend. Echt vanaf... Nou ja, ja, rond deze tijd, half september, ging tot maart of zo, heb het gewoon geregend. Bijna elke dag. En ook echt dat het gewoon niet even regende, maar gewoon de halve dag zeker, weet je wel. Of dat het dan regende en dan stopte het en dan regende het weer, maar dat je gewoon wel zeiknat was. Dat ik vorig jaar ook denk ik wel gewoon 20 rolmaten of zo erin heb gejaagd. Gewoon door al dat zand en het vocht wat erop ging. Dus dat is best wel jammer. Dus ja, er zitten weer leuke dingetjes aan te komen. Gelijk even aan het werk gezet. Ze dus moeten die pomp aan de andere kant en het riool droog krijgen. Ze dus gaan kolken zetten. Ja, dan moet wel het riool eruit. Kut. Hier kan ik er niet langs. Dat is weer heel jammer. Dan moet het gras heen. Dat mag gewoon doen dan. Nooit. Kijk of dit verstandig was. Ik denk het niet zo, maar... Mijn maat Martijn helpen. Dus kunnen ze niet aan het werk. Kunnen ze geen kolken stellen en dan kunnen wij weer niet door. Dus. Kijk, we hebben net op het zachte land hier ook. Ik denk het wel. Beetje hobbelig, maar... Ja, dit is zoveel sterk, jongen. Ik wil mijn reactie op video's, maar... Ja, ik klik mopjes beter, maar deze kan je gewoon tillen, weet je. Ja, nieuwe banden erop. Maar dat moet binnenkort gebeuren. Deze. Hij moet eerst eventjes naar VMS. Balonka. Hey Golonka. What's up? Need help, boss? No, thank you, man. I'm good. Dank u wel. Zo, even lekker rijden. Weet niet waar hij heen gaat, maar gaat naar huis, denk ik. Waar moet hij komen daar? Morgen vriend, waar moet hij komen? Naar die kraan, oké. Hey Matthias, wat is toch wel een pomp? Een wat? Een pomp. Nee. Kijk, ik heb tegen hem gezegd, Matthias heeft. Die ballon. Heel mooi. Heb ik gelukt op alles, jongen. Ja.
kut korrelbaan weer. Wat een ellende dit. Kijken wat hij kiest, wat wil die jongen nou? Wat wil hij nou dat we doen? Gaan meemaken. Kijk, Camille, lekker bezig hè? Amsterdam boy. Damiel. Amsterdam. Van wie is die camper, weten we dat? Ja, kom maar even, Golonka. Loop maar even mee, papi. Loop maar even mee, kom maar. Hallo. Heb je de vlog gezien? Ja, iets te zoenen, hè. Heb je de vlog gekeken? Zien de vlog? Ja. Nieuwe driver, hè? Goed driver. Nee? Ja, hij ziet het. Ik en Pandora, hele grote lakken. Sorry. Dat was goed. Learning, hè? En vlog ook, vriend. Vlog ook gezien. Ik alles doen, vriend. Laatste, zij doen en... Kapot. Beetje kapot, hè? Had je gezien in de vlog? Wat is een beetje vlog. Ja, zie. Even kijken, ik moet even weten van wie die camper is. Maar hier. Dit uitbreken. Uitbreken. Dit allemaal. Ja, ze kent die de Guricht. Met Sherpa uitbreken. Sherpa tot. En allemaal hier ook neergooien. Met een BMW. Allemaal hier gooien. Een dikke BMW. Ja, die BMW moet er een keer uit. Hier aan heen gooien. Ja? Het is niet uit. Niet weg. Ja, hij moet weg uiteindelijk. Kijk, bewegen. Leuk. Voor jou Dodge. Mooi. California, look. California coach. California. Nee, beetje diep genoeg, man. Check hierheen. Oh, sorry. Hierheen. Kijk hier. Een bandprobleem. Ja, dat is hier, hè? Ja, de Ashki, ja. Ja, goed. Mooi hoor. Want één keer in en dan is het klaar, dan krijg je hem niet meer uit. Wat kan jij? Mooi hè, mooi straat, moet je kijken. Ja, alsof het nooit anders is geweest. Mooi hè? Mooi hoor. Misschien mensen zijn boos. Mensen. Vind falen. Boos van wat? Je falen. Ja, er moet toch in? Er moet er nog in. Maar vanmiddag regen, maar je ziet het alweer. Het ziet er wel belovend uit. Ik denk dat het wel gaat lukken. Vandaag de temperatuur een beetje omlaag brengen. Kijken. Wat zegt hij? Ja, je ziet het. Volop zijn ze bezig. Ik ga even bij die jongens in de keten kijken. Kijk, we hebben daar achter alles uitgebroken. Camille is hier lekker aan het leren. Zie je, hij heeft een bochtje erin gevleien. Hij knipt hem nu dicht. Laat hem zoveel mogelijk een beetje in zijn eentje werken en een beetje rommelen. Als er tijd voor is. Afrijden, kan niet leren. Chris en Ballonka zijn daar ook. Nee, hier zijn ze put aan zetten. Zie je pompen bij, dus hier doen we voorlopig nog niks. Dus ik ga nu weer naar de andere kant. Dan gaan we die graskeien maken, een voetpad maken. Dan gaan we daar weer straks weer meters maken. En dan morgen hier ook door. Ja, de kruising moet er allemaal in deze week. Dus je ziet dat het is maandag. Ik hou je een beetje op de hoogte wat hier ook afspeelt. Golonka. Hé? Ben je dom lullen? Ik ga. Mijn kameeltje kijken of het goed gaat met hem. Maar zo bekerkaas leggen. Even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Kijk dan wat het slagveld weer. Schot van nu, kijk die straat is eruit. Ja, goed Camille. Je oké? Okay? No. I'm gonna arrange one. Yeah.
Yeah, or just one big chaos here. Yeah, or just, you know, or just pop and we back or something. Maybe just throw it there and then later. Okay. Hey, maar ding is voor de world, jongen. Voor de world. Echt mannelijk dit. Dit voelt echt mannelijk. Scheppen, jongen. Testosteron schiet omhoog. You got to dig. You got to dig. Nu zand gebracht. Kijken of ze dat schijnt een vrouw te zijn. En kijken of ze een beetje tactisch neerzet. Ik zal een fijn zand plakken. Dit is zo intrappen hier ook. Het centrum wil ik zien. Maar ja, eigenlijk. Geld hebben we nodig. Ik hoop dat het genoeg is, niet te veel is dit. Ja, gewoon best wel omhoog hier hoor. Weghalen. Ja, ja. Leuke dingen. We hebben Dave Loos. We gaan zitten in onze mooie kleed. Ja, lekker man. Goedemorgen jongens. Moet je pas. Dankjewel. Die krijg je verstand. Ja, dankjewel. Rook je of niet? Nee, maar ik verkoop het wel weer door. Kom op. Heb je geld al gehad van Joshua of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Hij is gevlucht naar Spanje, hè? Wat een boek. Ik ga gewoon binnenkort naar Spanje toe. Ik zoek hem daar wel op. Ben jij gek? Ja, centen. Ja, betaal we zo je. Centen willen we zien. Betaal we zo je. Ben jij gek? Laat je zomaar in de buurt? Nee. Kom je even speciaal voor ons? Ik was thuis. Toen dacht ik, ga gewoon ook bij de jongens. Ja. Kijk hem, man. Dat leuk. Ja. Nou, je bent welkom. Goed. En laatst al twee andere jongens, met je ook gezien, denk ik. Nee, klopt. Je loopt achter? Ik loop een beetje achter. Godverdomme! Oh. Ja, joh. Ik ben fucking druk geweest gewoon. Ja, ze zijn langer geworden nou. Je vlogs zijn langer. Ja. Zoals een beetje doorspoelen. Ik was een week vrij, maar ik heb gewoon elke dag gewerkt van 8 tot 8. Ook straten? Nee, is festival bouwen. Oh, dat deed je. Ja, je was daar, dat zei je, maar ik wist niet dat je daar aan het bouwen was, joh. Lachen, man. Als je mijn foto's wilt, zou een jongen in een vijf alweer gebouwen visserspetje liep. Ja. Ga dan. Serieus? Toen ging je met 6 man vaaien wegenbouw kijken, zei hij. Fucking vet. Deze, ik hoop dat hij snel weg zijn, Dave. Mm-hmm. Zit je binnenkort in Bergen? Ja, in Bergen, ja. Bergen? Christenklus. Bergen. Oh ja? Christenklus daar. Waar is dat dan, joh? Op meer. Wauw. Op meer. Hoor eens kijken. Mooi lachen. En daar was je? Was diner voor 900 man. Echt? Wow. Ja, kon je gewoon gratis komen eten. Echt? Ja joh, er werd er kip en patat geserveerd met de appelmoes. Oké. En dan jij hebt het geregeld? Nee joh, ik ben gewoon een van de bijna 300 vrijwilligers die er rondlopen. Echt? Hoezo ook meer? Woonde je daar vroeger? Woon ik nog steeds. Oh ja, jij kwam met medeblik. Ik woonde in Medemblik, ja, maar ik kom eigenlijk uit Nogmeer. Maar je komt echt uit Nogmeer? Ja, zeker. Ah, dus dit is ook ja, dat recreatieterreintje langs de AC, zeg maar. Ja. En ik woon dan aan de overkant. Ja. Oh joh. Ja, dat is daar waar die gymzaal is. Ja, daar al ja. Oh joh, lachen man. Ja. Leuk, doe even interesse in onze gast Tony. Hey. Kijk dan. Huh? Nee. Praat even met die jongen. Het is een nieuwe generatie. Hij komt voor jou. Nieuwe generatie, hè? Hij komt voor jou praten. Hier in de telefoon kijken. Hij komt voor jou praten. Nee, joh, praat. Nou, leuk man, moet je nog even zo het werk zien? Wat allemaal ja, goed, tuurlijk, tuurlijk. Nou, mooi. Ja, laatste keer de multipot trekken en komt hij de bitaboor. Zwarmaboor. Olieboor. Zwarmaboor. Ja. Jezus. Maar later ben je ook nog een keer geweest. Zeker. Met je dochtertje toen.
Ja, laatste dat keer. Was later nog, ja. Dat was laatste, ja, ja. 13 februari. Ja, ja. Imre weg. Imre komt terug. Gerrit weg, Imre terug. Imre komt terug. Gerrit op. Oh ja, Imre terug, geld op. Ja, serieus? Nou ja, dat was ook wel te verwachten, dat wist hij zelf ook. Maar hij ging naar straten. Ja, hij ging naar straten, maar het is toch, dat wist hij ook wel van tevoren. Maar hij ging het zien natuurlijk, want zijn vrouw wou sowieso gewoon terug. Ja. Ook vanwege het gezin. Maar hij zegt, ja, ik kan beter hier komen werken. Dan verdien ik waarschijnlijk in kortere tijd meer als hij daar zou blijven werken. Want je verdient daar 1000 euro. En dan doe je een beetje hetzelfde als hier. En dan moet je nog wachten op geld. Je wordt niet aangemeld, weet je wel, het is allemaal zwart en zo. Hij zegt, ja, ik kan net zo goed naar Nederland komen voor 2 maanden. Ja. Dan verdien ik zeg maar sowieso meer dan het dubbele in dezelfde maand. Ja. En dus het loont wel. En dan blijft vrouwtje daar of zo? Ja, of? Dus dat is wel kut. Maar hij had dat vroeger ook gedaan, hoor. Voordat hij naar Nederland kwam, is dat ook gedaan. Dus ja. Nou ja, als je hier 2 maanden kan werken, je kan daar weer 2 maanden vrij zijn. Ik zou even kijken. Ga je daar je deploos? Wat is er los, Dave Loos? Wat is los, Dave Loos? Dave Loos, wie kent Dave Loos? Denk erom hoor, dat is mijn rechtheen. I'll be back, maar denk erom hoor, dat ik erin ben. Dat is mijn rechtheen hoor, Dave Loos. Is gek. Denk erom hoor, het is me er een. Oh. Nou, zo is hij, hij komt gewoon langs op vrijdag. Zo zijn mensen, leuk jongen, ik voel ons echt vereerd. Leuke dingen, toeschouwers. Hey, wil je niet bij ons komen werken? Als ZZP'er dan wel, maar. Ja, centen wilt hij zien. Jij gek. Even omdraaien. En de bosjes eruit. Pas op, want ik rij je hartstikke dood. Muur eruit zo. Ja, daar is het toevallig, die jongens. Misschien een strakke vlak, Chris. Wat wil jij pakken, Gogolonka? Poets dit er zo even in. Lekker vlak, hè? Golonka! Gratis theoriecursus, de waarde van 99 euro. Echt? Je bent veel te goedkoop, man. Tel ik die cursussen? Ja. Ik heb er al 26 verkocht. Kan je wat tellen, hè? Ja. Kan je wat tellen? Nou ja, ik moet even meer reclame maken. Ik moet even betere reclame maken nog ervoor. Op de radio. Ja, wil jij een aannemer worden? Wil jij grote? 3500, ja. 3 maanden. Ik zeg ja, denk er nog wel even over na. Ja, maar je gaat toch niet op Funix reclame maken voor een vlog. Cursus over werk? Nee, voor vlog. Radio NL doen eigenlijk. Een vlog, ja, echt zo. Ja. Hier nou, dat is voor jou man. Ga je werken bij de Shell? Shell, moet ik eruit bliepen wat je nu zegt? Kan niet. Hey. Hoi, Golonka. Hij zit te kijken en ik, wat zeg ik nou? Oh. Golonka! Ja, Pierdola Golonka! 8 kilo afgevallen weer, maar waarom dat dan? Ik sport niet meer, ik let niet meer op mijn eten. Geen tijd meer, ik heb geen tijd. Ja, ja, dat komt dat bij mij ook, ja. Moeten we daar een moetje van doen, dan kunnen we daar een vlakje maken. Klapje erop. Beetje vlak maken en dan is warm, hè? Heel warm. Hier de bandjes of?
Nee, hier ook gewoon vlak maken. Draad, elke keer chocolade is ook veel meter. Chocolade vind je rak niet. Dan ben ik mega. Oké. Okay. Is het voor puin ook? Trillen daar of zo? Watch out, Golonka, my friend. Filmt die? Ja. Heb je het toch goed ingeschat of niet? 8 kuub. 8 kuub. Denk je dat zij het is afgewogen? 8 kuub. 8 kuub. Hij zegt hoeveel kuub? Ik zeg 8. Nou ja. 8 kuub. Timmermans ook, hè? Heel goed. Niet slecht toch, Dave? Dat is Dave, hè? Ja, maar tril maar. Bijna hoor, bijna. Zo op de draad zetten zo. De draad zetten. Ja. Nou, hij zit vast. Hij zit vast. Golonka, can you help that boy? Yes, of course. Oké. Okay. No, no, no. Nou joh, maakt niet uit. We moeten die ander gebruiken, want dit vinden ze nu niet leuk. Maak geen reclame voor die Roma Groep. Oh, ja. Roma Groep boos. We de Roma Groep moeten gebruiken. Waar is die raad? Die komt er nog aan. Gratis, gratis. Waar is die baanmaakschip nou weer heen? Daar, daar, daar. Het is Amsterdam. Waar zat de schep? Galonki. Ja, ja, het zapt erop. That one, please. Dankeschön. Wat wel chill is zo, dat je het gewoon moet gebruiken. Maar goed, leuk dat je er bent, Dave Loos. Je werd alweer jaloers op die andere. Ja. Snap ik wel. Ja, het jeukt toch, hè? Dan komt hij gelijk langs, je voelde het. Ja, het jeukt toch. Denk, jij was de eerste die altijd langskwam. Jij was echt de enige, echt de eerste kijker die, die dacht, deze gast, jongen. Dit is gaaf. De OG, maar de OS. De OS. De original platenmaker. Ja, dat is waar. Chrissy. Eerste met ijs, hè. Eerste. Wat zegt u? Wat is er allemaal aan de hand? Even kijken, wat is er nou weer aan de hand? Kijk, die was geknipt. Kijk, van moet dit mooi of? Dit moet mooi staan. Dan begin ik opnieuw, ja. Kijk, een klein beetje zo erheen pikken. Zo, want straks komt hij toch strekken en dan knippen weer. Maar eerst even draad volgen. Want denk erom dat ik er een ben hoor, Chris. Jij ook Bunte. Bunte Teesje, boete. Bunte, Bunte en Bunte Teesje zijn Hongaars boete. Ze hebben een boete shirt, Bunte Teesje. Ik ga wel voortaan Hongaarse uitleg er ook bij geven aan mensen. We gaan een keer een driepoot meenemen naar werk. Kom, mijn vader gaat die met een driepoot eten maken. Kleine Poetin is in een gulag. Wij gaan goulash maken, ja. Iedereen vraagt wat kleine Poetin is, dus ik zeg altijd ja, volgens mij is die dood. Volgens mij zit hij in een gulag, want dat is waar hij heen ging. De laatste keer dat we hem zagen was in een vlog, weet je nog? Toen kwam hij langs. Oh ja. Ja, 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 ja. Maar hij was wel echt kijkersfavoriet, want iedereen vraagt naar hem altijd nog. De meeste worden hem gevraagd, van waar is kleine Poetin? Ja, die niet goed is. Ja, ze hadden hem ook. Ze hadden hem ook toen als baby best wel vaak laten vallen, hè? Dat is wel zielig. Hij was zeker niet in de case van het doel gestuiten. Nee. En dat pakt zo'n zin dan was. Dat gaat niet goed, hè? Wat ga je nou doen? Niet blokken. Dat ga je pas woensdag blokken. Half vier ertussen. Daar half. Woensdag blokken. Juist. Half vier nu. Half vier, dat is hem dan nu hele. Woensdag ga je blokken. Goed, Chris? Zit het niet met die kraalogen?
heftig. Woensdag, Chris, rustig. Nu oefenen. Nu oefenen, maar niet is elleboogverband. Hij is wel lief. Goeie team, hè, vader en zoon. Hè? Goeie team, of niet? Vader en son. Lekker laat, Max. Stuur team 350 vierkante meter Noordschewoude. 1500 euro. Wat voor jullie? Lekker laat, Max. Lekker laat, Max. Ik heb nou een contract getekend voor 5 jaar. 350 vierkante meter. Dat is toch bij geld? Ja, ik weet niet. Even kijken welke het is dan. Maar. Yes! Ja, you can maybe help here. It's better for you. Ja? Ik kan hier beginnen met knippen. Kan hier knippen? Ja, yeah, no problem. Ik kan cutten. Nee, je kan helpen leggen. Arme jongen. Ik kan cut all day. Leuk vriend dat je langs kwam. Zie je snel, ja. Dankjewel dat je welkom en dan. Werk. En anders kom je weer gewoon bij ons werken. Zoeken nog goede mensen. Ga ik hier wel even een borrel doen, een goulashpan erbij en zo. Een leuke vlog maken gaan we wel even doen. Dan ben jij sowieso als eerste bij deze uitgenodigd. Ja, leuk. Zullen we dat doen? Ja, mensen die willen komen. Ja, mag dan maar. Voor meeting. Ja, gaan we doen. Hey, gewoon even uit losse polsje, 8 kuub. Dat is die ervaring. Dat is papi, hè? Ja, 1 kuub weg, maar... 1 kuub eruit? Nou, hier valt wel mee. Valt wel mee, hoor. Nu valt het nog wel mee, ja. Maar daar gaat nog wat op. Moet ik even helpen? Klein beetje misschien. Chichek. Cutting. Kijk eens erin, tamine en mamine, kijk. Passen, hè? Ja, oké. Mooi, hoor. Heel meid. Zo'n goeie toetje, weet je. Goeie. Ja, maar je trotsdoerak dan. Ja. Onpas zo. Mooi, hoor. Moet ik alweer nieuwe ingooien of zo? Wie gooit er zoveel zand hier ook neer, hè? Wie doet dat, joh? Nou, het is kloten met uitbreken. Weer uitgebroken met een dichte bak. Een dichte bak uitgebroken. Nou ja, ik ben geen shovelmachinist eigenlijk, hè? Theorie. Doe maar wat. Watch out, Camille! Bad boys! Ik ben wel even helpen staan om eerst ook te vechten. Ja, ik dacht, weet je wat ik misschien doe? Dat ik zo wegrijd naar die klus in Bergen. Dat ik alvast even ga kijken. Want anders, je moet het even, weet je wat je doet? Kijk maar even. Je plant het zo, met qua tijd, dat je gewoon straks die shovel heen rijdt. En dat ik dan om 4:30 gewoon in Bergen ben of zo. Dat is ook wel slim. Ik denk hier om 4 uur meteen naar Bergen. Kijk, niet naar de loods rijden om dat ding daarheen te rijden. Ja. Jij bent echt best wel een slimme gozer. Ja, toch? Dan rijd ik gewoon van hier 4 uur naar Bergen toe. Ik ga even, daar ga ik nu. Ik ga nu. Ja, oké. Een grapje, dat is wel een goeie, man. Ja, top. Maar dan ga ik nu rijden, denk ik. Ja, zo een stukje rijden naar Bergen, denk ik. Ja, maar dan redden we het niet meer voor vieren. Ja, is goed. Ik ga het gewoon af. Ja, dat maakt ook niet uit. Ik dacht wel die gasten even spreken daar. Ben je dan niet voor vieren daar? Nee, want ik nu wegrij. Oké, maar dan ga ik nu rijden, ja? Ja. Oké, ik ga. Van de uitvoerder daar.
komen. Ja, van hun uit, maar niet van hun. Oké, okay, goeie. Ja mensen, gewoon even met de shovel op pad. Ik rij nu naar Bergen en naar die klus van Chris. De Alkmaar Centrum heen. Alles bedankt. Even kijken wat daar de situatie is. Vanaf morgen echt slecht weer, kan wel janken. Er spelen ook een of andere storm in Europa. In Zuid-Europa krijgt het 200 mm neerslag. Sneeuw op de Alpen, weet ik veel wat. Dus het wordt wat. Het kan allemaal weer janken. Kijk Chris, helemaal vanaf daarvoor, hierheen, daarheen, hier ook, wandellijn, rechts, links, en dit blokken, daarheen, daarheen, hier liggen stenen, kolkjes. We gaan beginnen. Hier al in. Draad zetten. Ik heb piketjes hier ook. Schitterend. Schitterend mooi. Wat is dat? Ik kom een rondje maken hier ook. Fantastisch mooi. Dus je bent hier. Chris, tot ik denk kerst wel hier ook. Ja mensen, ik denk dat we hier wel tot de winter zijn. Ik denk november of zo, kerst. Dus mensen uit de buurt van Bergen, dan kun je ons hier weer op komen zoeken. Chris wordt hier de klusleider. Ik vind het een beetje spannend, maar hij kan het. Alle vertrouwen in die jongen. Alles bedankt. Tot morgen. Kijk dit, waar is het? Hier. Hier is echt een heel mooi dingetje jongen, op de straat. Het is echt ongelooflijk, moet je kijken. Godverdomme, echt. Als je dat ziet. Wie heeft dit gemaakt? Kijk daar joh, moet je kijken hoe mooi. Wie heeft dit gemaakt joh? Wauw hey. Moet je kijken hoe mooi joh. Oh, jezus. Yeah. Echt schitterend. Heel gaaf. Echt 5 weken over gedaan. The next day. Ook maar los. Goedemorgen Chris. Goedemorgen Matthias. Hè? Alles goed? Ja. Jij ook goed? Kijk, regen. Ja, komt ie hè. September. Oké, komt ie. Oké. Okay. Skiën. Wie is deze? Weet ik niet. Ja, ik heb mijn naam erop. En nieuw? Ik heb nieuw. Moet je naam erop schrijven of niet? Kijk, we hebben een nieuwe jongen mee. Ja, ik heb blij. Kijk door, hè? Kijk. Zoon van de straat te maken, ik heb heel veel vertrouwen in die jongen. Het hele grote wordt hier bij Neverdit. Yes. Nou, kijk, kom de regen. Kijk, wolken. Code geel. Geel? Ja. Onweer. Onweer, leuk. Oké, ik ga chauffeur rijden. Ik haal even stenen, Nick. Een beetje stenen. Steenprobleem. Ik ga halen. Kijk, deze jongen middagdienst. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er nou weer allemaal aan de hand? Polen zijn er weer niet. Echt niet? Nee, die hadden zich buitengesloten. Die zijn er ook zo. Weet je wat het is? Ik heb nou al geleerd. Bandprobleem. Bandprobleem. Ik heb nou al geleerd. Kijk, en dit hadden die Polen. Buitengesloten. Ja, maar dat was de vorige keer toch ook al? Ja, ik is een nepfoto, ik weet het niet. Weet je, ik heb nou wel geleerd, als je gewoon 6 man inhuurt... Dan komen er 4. Dan komen er vast wel 2. Ja. Dus het gaat altijd goed. Zo ga ik het doen. Ja, kijk. Ja, wel weer bezig, Pies. Wel bezig, Pies. Zie waar het geld zit. Ja. Nou, ik kom heel gauw, wij gaan... Was precies bij die afslag van Beurman, ik wist al zo van rijbaan. Ik voelde zo tuk. Oké.
Maar had je hem daar erin gepakt? Ja, bij het stoplicht, bij het kruispunt. Maar daar reed je erin? Ja. Je had hem, voelde hem eerder? Nee. Jezus. Daar reed ik hem erin, daar pakte hij hem door. Hoorde je zo dat metalen ding, zo tuk 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 tuk. Wat een raam. Maar nou goed, we gaan hier kunnen op banden zetten. En, maar ik dacht, als wij nou... Dat is weer helemaal niks dus. Als wij daar ook nog even afrijden. Waar? Daar, dat stukje. Banden recht zetten. Kan dat dan? Dat ja, die polen komen als het goed is nog wel. Als jij wilt dat we komen, dan nou, laat ik ze thuis. Ik laat ze wel thuis, ik bel ze. Het kost alleen maar geld, denk ik. Ik bel ze wel op. Als je nu nog laat komen. Ja, is goed. Ik bel ze wel. Zo, even een paar bandjes zetten, een paar parkbandjes zetten. Dat is onze nieuwe aanwinst. Vader is ook stratenmaker. Heel blij. Ik hoop dat hij lang blijft. Dat hij hem ook bij kan brengen. Ik hoop van leren. Dat zal leuk zijn. Die bandjes van 100. Wacht even, ik. Ga ik even bijdraaien. Ik kan hem er niet neerzetten. Dat is op jou, nee? Ik zie het. Oh ja. Regel jij. Juist. Heel mooi. Ja, die zet je er gewoon in hoor. De regen is begonnen. Ja, ik denk dat dit niet meer gaat stoppen. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik vrees wel het ergste. Helaas! Kijk, en een beetje normaal poepen hier al. Een beetje poep maken normaal. Maar een beetje pijnprobleem daar. Ja, doe jij dit eventjes? Pijnprobleem, ja. Het is niet anders. Ja, dit gaat waarschijnlijk al het einde van het jaar duren. Kutzooi, hè? Janken. Heb ik gevonden, gelukkig heb ik hem niet hier gebracht. Ja, heb ik hem in daar ook. Heb je hem? Ja. Oh, heb hem al. Oh, ja, thanks, ja, man. Ja. Thanks, Abi. Heb je handelen? Gelukkig. Die, wat
gaat dat pas in de laatste jaar, dus ik weet niet van wie jongens. Oké, is goed man. Dankjewel. Dit is hem. Dit is het. Je kan beter dan die boom werken nu. Ik heb wel door wat jij doet. Ik heb wel door wat jij doet. Daar staan. Ik heb het door. Ja, het lijkt wel zomaar. Als het goed is, dat het goed. Ik praat er een beetje wel naar. Doe maar, regel het maar even hier. We moeten eigenlijk zorgen dat wij om 3 uur, ik ga met Chris, even daar een gaatje dichtstraat of zo. Kutzooi. Eén ellende hier ook. We kunnen wel janken, maar ja. We moeten wat. Lekker hè? Wat erg dit, Chrissy. Nou. Oh. We zijn weer bijna doorweekt. Volgens mij 4 uur gaat het helemaal hard. Nou, leuke dingetjes op deze klus. Maar vooral dit. De banden herstellen hier ook. Leuk. Een jongen hier is op de brug met de scooter. Om 4 uur gaat het echt hozen. Moet hij op de scooter naar huis. Hij moet van de Wormer naar Purmerend. Dat is volgens mij iets van 20 kilometer. Als hij nu, maar ja, daarentegen, hij zit de hele dag droog in een kraantje. Dus, ja, een beetje nat worden is niet erg. Ze zeiden tegen mij altijd vroeger, het meeste valt naast je. Nou, dat is ook wel zo. Weer een klusje, tuin aanstraten. Echt niet normaal hoor. Kijk, dit is even voor de vlog vertellen aan de mensen. Ja, leg naar buiten. Kijk, op de erfgrens ligt meestal een inspectieput. Dat is deze. Onder de grond. En hier kun je controleren of je rioolverstopping hier zit. Of dan daar. In dit geval zat er een verstopping. De man gaat nu even doorspoelen kijken of het werkt. Want die grondwerkers hebben het aangesloten, maar die zijn weggegaan. Dus we weten het niet. Maar hij wil wel graag weten hoe het zit. Dus we gaan hem even helpen daarbij. Kijken of we wat zien. Kijk, hier is die flexibele buis. Doorspoelen. Ja, wat ik samen gedaan heb met André. Ja? Spoel maar door hoor. Je gaat die niet doorspoelen en dan zie je hier het stront rijden. Zo'n neprol erin. Ja hoor. Ah. Ja zeker. Nee, jij gaat wel snel hoor. Nou, loop wel door, er komt nog wat rotzooi aan ook. Ik had aan de kant van het vangrail zat er nog lengte. We moeten een paar keer doorspoelen, denk ik. Leg nog in die buis. Ik heb even wat extra nadat het kapot is. En ik had extra getrokken aan de andere kant, waar die auto onder de weg toe moest. Hij loopt wel hoor. De kraan open zetten anders. Toch? Juist, ja, dat was mijn idee ook. Haal het zand er even uit met je hand. Nee. Ik heb ervoor ook maar kleine boodschappen gedaan. Want ik wou eigenlijk even een slakje bij leggen daar ook. Bij ja, het zit hierin. Als je er ooit nog bij moet wezen, dan heb je altijd nog een beetje slag. Waar komt het allemaal nog vandaan dan? Hè? Ja. 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 Misschien gewoon het helpen, Mathieu. Met de hand, maar er zit nog steeds wel zit er wat in hoor. Er zit nog steeds wel verstopt hoor, denk ik ergens. Ja. Ja. Ik heb het idee dat hij daar ook nog zit hoor. Hij hoort veel harder te stromen hoor. Harder? Ja, ik denk het wel. Maar het loopt ook terug of zo. Als jij doorspoelt, dan hoort hij in één keer zo'n golf te geven toch? Maar ze zeggen dat daar die buis helemaal plat is. Echt? Ja. Dat is het dan. Dit is nog niet wat het moet zijn hè? Nee. Nou, bij de gevel een stuk P1 zit en dat is helemaal plat.
Dat is een oude pijp. Ik heb het idee dat het hier zit. Ja, kijk. Dat wordt ook gevangen. Ja, en het klote is weer. Dat is dan weer, is het een koopwoning? Ja. Nou, je hebt kans. Dat ze weer zeggen dat dit voor jezelf is. Ja, weet je wat de kut is, maat? Kijk, die boom die groeit hier ook heen. Die boom heb hem helemaal plat gedrukt. Want ik denk inderdaad, je verstopping zit hier al in. A few moments later. Nieuw klusje. Beetje straat. Beetje straat met hand. Het is 3:30. Bakker, hè? Kijk, lekkere bakker. Snel wakker. Haven wat lekkers, joh. Beetje dik hoor. Dik maken. Hier moet de kleine half. Pas denk ik niet. Iets wel? Nou, iets kleiner. Maar nee, pas wel. Het moest stam morgen hier weer heen. Morgen noodweer, hè? Lekker weer? Ja. Morgen rond 3:00. Wat was dat? Crazy. Moet je dat? Nee, people. Ik weet het niet. Dat is niet. Kijk, politie dan wel. No, politie, man. Politie voor jou. Je mag niet parkeren, hè? Ah, hier wel, toch? Ja, oppakken. Hi. Hi. Als je hier werken moet, we gaan met de problemen. Nu boete, hè? Te lang wachten. Nee, ik kom hier en boete. Kijk, je komt hier moest kiezen halen. Kijk, stapt uit. Nee, joh. Kentekencheck. Kentekencheck. Ja, boete, jongen. Nee, joh. Ik hier werk, ik ga met de werk. Kijk, stop hier, hoor. Nee. Ik ga met de werk, makkelijk. Hij was boos op jou. Nee, ik ga met te werk makken. Je hebt geen ontdekking. Ik ga met te werk. Wat is dit? Doe maar hier. Wat is dit? Je ragas toy. Zo. Ik nam de scheef mee hier. 3:30. Dan gaan we weg dan morgen, Rescus. Je moet sowieso die jongen ophalen. Die Carter. Dat is Bob, hè, Nick Carter. Bobber, hè? Bobber. Mooi hoor. Wat zegt u? Je hebt een beetje macht in je auto. Ja. Super, hè? Dat pakt wel. Hier lekker vegen, jongen. Vind jij leuk, hè? Ik zie het aan je. Heb je trilplaat hier al? Ik ben de trilplaat, jongen. Oh, wat een ellende dit. Verteringklapjes. Oh, pas op, wat staat op camera, jongen? Camera, pas op, camera, hoor. Pas op, hoor. Hè? Nee, man. Dank je, R-dubbel. Past die nog? Ah, oh, ik zo blij van. Chris. Ben je niet op camera? Doe ik een blokkade voor je hoofd.
Ja, je maakt een vlogs, man. Hallo, joh. We zullen een beetje extra bijverdienen, toch? Eten halen. Ja. Ik ben even tegen, hoor. Ja? Kom je ons tegen? Ja. Gaaf, hè? Ja, zeker. Ja, TikTok op zich, die algoritme is wel ziek van TikTok. Want als je zelf in dit werk zit, zeg maar, of zo, en je kijkt een beetje die video's, maar je plaatst ook zoiets, dan krijg je al vet snel van iedereen te zien. Werk je voor Fakers? Of voor Ibo? Astor heeft het niet. Ibo. Nee. Hoe is dat? Ja. Dweilen. Dweilen. Wel mooi. Wat is het hier ook? Winkelcentrum zijn of zo? Winkelcentrum De Wormer. Hoe is het bij Schiphol? Jij woon je toch? Nee joh, daar woon ik helemaal niet. Je opa, je oom? Nee joh. Dat zei je toch? Nee. Heb ik je verkeerd verstaan? Ja, ik denk het wel, ja. Je zei dat je bij je land had bij Schiphol. Ja, land. Ik denk dat je zelf. Wat zeg je? Nee, niet. Die is best veel killen, veel niet doet daar. Nou. Bijna klaar. Kijk, pas precies, jongen. Wat dan? Huh? Wat dan? Ik wel een paar van die. Niet van, het is toch wel dan. Ik wil dat ze nooit banden gaat hodgen, hè. Hát elviszed azt a ennyi nagyot. Abba a hídba voltam van az a sárga, de hol? Hát én is hagytam mint már. Schuur. De volt nekem piros is. Kort voor vier. Gauw wegwezen. Zeg maar tegen Martijn dat ik hier om 2 uur was, ja? Hij neemt geen eens op. Tuurlijk niet. Ja, veel te druk die gozer. Weet ik zou doen? Wie? Nee. Hij was hier werken. Voor Simon. Simon. Toen hij riool maken. Ja, vroeger. Ja, ja. Het zand gewoon hier naar links scheppen zo. Ja. En dan die schildjes eromheen en afrekenen en nooit meer terugkomen. Ik heb het ook al gemaakt. Hallo. Afrekenen en nooit, nooit meer terugkomen. Oh, raam eruit. Ja, maar dit is hier scheef of zo. Oh, maar dan. Hij is helemaal in slecht verslag. Ja, dat was een goed plan. Waarom is het niet goed? Hij perst. Moet je met je niet akkoord. Stop akkoord. Oh, dit is schitterend, jongen. Met de hand. Ik heb het gekregen met mijn kus. Ik heb ze letten. Zou het passen, Chris? Moet hoor. Ah, oh, wat de fuck werk, jongen. Nou, moeilijk. Het is altijd moeilijk.
Ja. Kijk, Chris. Ja. Jo, hè. Niet uit de troep. 2018. 18. Of 13. Of 13. Bijna al dan 13, is dat 10 jaar oud dit. Nou, dit moeten we verzagen morgen. Ja? Alles bedankt. Alles bedankt. Ik ga. Zo. Betalen we. We gaan weg hier, oh. Chris, ik ben er klaar mee. Beetje weg. Dobre. Bedankt. Ja. Hey! Ja, dit heb je uren. Hey, dit heb je gedaan vandaag. Hey, dit is wat je gedaan hebt. Hier op de bom, man. Ik denk dat hij die naar Dennis krijgt, denk ik zo'n tranen in mijn ogen krijgt. Ja, dan krijg ik ook tranen in mijn ogen. Ja, dan kan ik wel niet op. Als je een bakpak, dan lag je ergens af de hulp. Maar ik sta niet echt van elkaar. Ja. Zo, gaan we wegwezen hier. Ah! En op mijn rug. Past dit allemaal wel weer vandaag? Jezus Christus. Waar zijn die Poolse jongens nou? Sta ik weer een container in te laten rijden. Kom maar joh. Straks die regen hier, 5 over 4 joh. Klaar is op. Elke keer weer trappen we erin. Veel te laat weg. Most to the, it's me, but you can't ask me, me, who you are, it's me, but you can't tell.